Het niet kunnen verzenden van euro's en niet kunnen ontvangen van US dollars zorgt voor de nodige stagnatie in het geldverkeer en de wisselkoers. Toeristen uit Europa en Frans-Guyana geven maandelijks miljoenen euro's uit in Suriname die niet verzonden kunnen worden. Robert van Trick, governor van de Centrale Bank, heeft gisteren op de persconferentie van de bank aangegeven dat er hierdoor een opstapeling van euro's plaatsvindt waarmee de moederbank niets mee kan beginnen. Het enige wat ik ermee moet is dat ik weet dat mijn verzekeringskosten voor de kluis toch veel hoger worden. Die moet ik ook betalen, die moet ik ook overmaken. Maar het is nog meer, nogmaals, niet mijn probleem, het zijn niet mijn euro's. De euro's zijn van Europa. Dus we worden opgescheept met internationale problemen, van correspondent banking, geen cashnotes binnen kunnen krijgen, de hele economie raakt op slot. En toch vragen we allemaal waarom we geen cashdollars moeten opnemen. Het is ook die samenleving waar ik een beroep achter moet doen, dat wanneer uitgelegd wordt van giraal, wat betekent dat? Nou, simpel. Als ik aan jouw dollars verschuldigd ben, dan maak ik dat over op je bankrekening. Simpel verhaal. Immers, daar is meer dan genoeg dekking voor. Dus Robert van Trick, de voorzitter van de bankiersvereniging Ibelijn Franji, kan zich helemaal terugvinden in de zienswijze van governor van Trick. Hij legt uit dat sinds de aanhouding van de geldzending in Nederland er geen euro-exporten hebben plaatsgehad, maar ook geen US-dollar-importen. Dus het aanbod aan contante euro's bleef hetzelfde, evenals de vraag naar contante US-dollars, zegt Franji. Banken waren derhalve vanwege het feit dat we dus onze euro nostro-accounts niet kunnen aanvullen door geldzendingen uit te voeren. Maar aan de andere kant vanwege het feit dat we onze kassen niet met contante US dollars kunnen aanvullen om te voldoen aan de vraag, zijn we verplicht geweest restricties in te voeren in zaken het accepteren van euro's en het afgeven van het toestaan van lichtingen op de dollar, van de contante dollars. Dit heeft natuurlijk heel veel irritatie en ongerief bij het publiek voor gezorgd. Wat wij uiteraard betreuren, want het is niet de bedoeling van de banken om de klanten die de drijfveer zijn van een commerciële instelling, om die te duperen. Maar vanwege de overmachtssituatie waarin we op dit moment, eigenlijk waarin we ons al een jaar bevinden, hebben we deze beperkingen moeten invoeren. Deze beperkingen hebben uiteraard niet alleen een gevolg voor het ongerief bij klanten, dat ze dus niet in de hoeveelheden die zij willen kunnen beschikken in dollars, of het aanbieden van euro's, maar heeft natuurlijk ook een effect op de koersen. We zien dat er als gevolg van de beperkte stortingen en lichtingen ook contante koersen zijn ontstaan, wat natuurlijk ongewenst is in een economie als je meerdere koersen gaat hebben. Alles Franci. Hij benadrukt dat ook na het mogelijk vrijkomen van de 19,5 miljoen euro in Nederland, de handelsbanken toch ervoor zullen pleiten dat de klanten ertoe overgaan giraal zaken te doen.